dag van bijzonderheid waar ik hier sta, was geslaagde leerling van het VWO. Want dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb namelijk Asperger. Asperger is psychomotorische stoornis op autistisch spectrum. Mensen met Asperger hebben vooral problemen met sociale interacties. Toen ik vanaf op 7 naar het grootjes mocht komen, wist ik niet wat ze in huis hadden gehaald. Ik weet snel in huis waarom die goed. Van het begin af aan heb ik iedereen bezig gehouden, van begeleiders tot met docenten en staf. Ik kan geen naam noemen, maar het conciërge kende mij al gauw bij de naam en een lerares met regelmatig pennen in haar haren. Of pitjes in haar haren. Die wel afkomstig van pennen, waar ik tijdens de les wat kratten van maakte. Zij probeerde mij het geheel te krijgen door mij te belonen met mafse. Dat werkte goed. Ook al hield ik niet van mafse, de mafse die ik verdiende, kon ik goed gebruiken als ruilwaar. Daarom heb ik ook nooit verteld dat ik niet van mafse hield. Dus ik kon wel wat verborgen zijn. Dit is maar één voorbeeld van hoe ze hier op school hebben geprobeerd mij te helpen. Ik zou nog veel meer kunnen doen. Dat ik mijn VWO-diploma heb gehad, is nog mede te danken aan de school. Hun in de geduld en zorgvuldige begeleiding hebben ervoor gezorgd dat ik hier sta. Dat niet altijd gemakkelijk is geweest, zowel voor hen als voor mij, weten wij heel goed. Maar zeker is dat ik geluk heb gehad dat ik op deze school terecht ben gekomen. Veel lotgenoten hebben dat geluk niet, jammer genoeg. Ik vind dat Grootjes een groot compliment heeft verdiend en ik bedank iedereen die eraan heeft meegeholpen dat ik hier nu sta en vol vertrouwen in de volgende fase in mijn leven in kan gaan. Grootjes, bedankt.